in het Nieuwe Luxor Theater vindt jaarlijks de finale plaats van Kamaretten, het cabaretfestival van Nederland. En 6 kandidaten gaan de strijd aan om dit jaar de titel te winnen. We maken in het programma Keihard Lachen 1 voor 1 kennis met ze. Vandaag Mark Wouwmans, een Amsterdammer met een Rotterdamse missie. Meer dan 60 cabaretiers gingen dit jaar de strijd aan en slechts 6 van hen wisten de finale te bereiken. Mark Wouwmans is één van hen en hij hoopt zich te kwalificeren voor de finale in het Nieuwe Luxor Theater. Het is belangrijk omdat hij daarmee verzekerd is van een plek in de finalistentoernooi. Mark, Hans. Laten we beginnen met het meest ernstige gedeelte van dit gesprek. Oké. Je woont in Amsterdam. Ja, klopt. Ik ben blij dat ik het überhaupt durf uit te spreken. Ja, dat vind ik wel mooi. We staan hier in Rotterdam. Ja. Is het heel erg om Amsterdam-Rotterdam controverse te hebben? Of heb jij er helemaal niet last van? Ik heb er niet zoveel last van. Ik heb het altijd idee dat Rotterdam er meer last van heeft. Klopt dat? Ja, dat mooi. Maar we vergeven het je in dit geval. Gelukkig. Ook voetbal, Ajax? Ja, sorry man. Ajax. Die publieksprijs. Ja, die gaan we ook alleen maar uitsteken. Nou, zei ik. Ja, sorry. Nee hoor, dat is helemaal prima. Maar Amsterdam, jij woont daar. Je komt er geloof ik niet vandaan? Nee, ik woon er nu een paar jaar, 3 jaar in Amsterdam. Ik woon er daarvoor in Heerhugowaard. En daar ben ik heel even in Alkmaar gewoond en toen ben ik naar Amsterdam gegaan. En is dat een fijne plek om te wonen? Amsterdam? Ja. Ik vind het heel fijn in Amsterdam. Nou, ik speel ook bij Comedy Café Amsterdam. Dus dan is het voor mij, dat is sowieso relaxed. Dus voor mij is het gewoon 10 minuten op de fiets. Ook voor open mics is het gewoon echt een stuk beter dan voorheen. Met de trein, met de auto of naar je werk weer blijven hangen. Dat vind ik echt heel relaxed. Ja. En fijne stad, ik vind het gewoon een fijne stad. Ja, wij vinden het altijd een beetje druk daar. Druk? Ja, toeristen en zo, fietsen. Ja, nee, die ben ik, ja, dat is wel een beetje waar. Ik vind het ook wel lekker rustig. Ja. Nou ja, ken je Rotterdam een beetje überhaupt? Nee, ik ken het eigenlijk alleen. Nee, ik ben eigenlijk alleen in Rotterdam als ik moet optreden. En dat is best de laatste tijd nogal aardig. Nou ja, niet heel veel, maar ik heb hier het festival, hè, van Rotterdam, Internationaal Comedy Festival Rotterdam. Daar heb ik een paar keer mee gespeeld. Dus ook een keertje blijven in een hotelletje blijven slapen en op stap gaan. Ja, ik vind het wel gezellig. Het is best een leuk stadje. Ik vind het een leuk stadje. Zal ik je gewoon een klein stukje laten zien van Rotterdam? Nou, dat zou wel leuk zijn. We staan hier bij Hotel New York, dat is natuurlijk altijd een bijzondere plek. Ja. Hier vertrokken vroeger de cruiseschepen en de schepen naar Amerika en naar Australië. Vandaar de Holland-Amerika-lijn. Ah, het is ongelooflijk. Je hebt alles door. Mooi, ja. En dan wandelen we naar Katendrecht. Want dat is ook een prachtig stukje historisch Rotterdam. Nou, ik ben benieuwd. Gaan die kant op? Het kost te veel geld. Hij zegt, ja, Willem-Alexander krijgt 5 miljoen per jaar van onze belastingcenten. Ik denk, ja, het is een koning. Nee, Rotterdam, ik heb hier nog niet mee. Nee, maar als een koning al geen 5 miljoen mag hebben van onze belastingcenten, wie de fuck dan wel? De koning in te belastingen, weet je wel. Maar goed, mijn broer vond 5 miljoen veel geld. Dus ik heb het even heel snel voor hem uitgerekend. Is ongeveer 32 cent per inwoner per jaar. Vind ik niet veel voor een vrije dag. In Rotterdam, begreep ik. Ja, klopt. Nou ja, uiteindelijk woon ik hem in Amsterdam. Maar het begon in Rotterdam. Ja, klopt. Ja. Hoe heette die wedstrijd? Het was Griffioen Zuidplein Festival. En dus dat was de halve finale in Zuidplein. En de finale was in Griffioen Amsterdam. En toen won ik de publieksprijs. En was dat ook het moment dat je dacht, ja, hier moet ik wel echt mee door ook? Nou ja, kijk, ik kom meer bij de stand-up comedy hoek. En dat was een cabaretfestival. En dat was op zich wel hoopgevend, hoe noem je dat? Ik dacht van, oké, dus blijkbaar is een cabaretwedstrijd ook iets waar ik blijkbaar iets in kan winnen. Dus, ja. En in theater, hè, omdat ik natuurlijk in feite gewoon stand-up comedian begonnen ben. Dus ja, dan is een stap naar het theater toch altijd even spannend. Dus het was hoopgevend, vond ik eigenlijk wel, ja. Maar wat is zeg maar het verschil, ja, ik weet het natuurlijk wel een beetje, maar stand-up comedy en cabaret? Is het veel meer doordacht, de cabaretversie? Ja, dat zit toch wat vaak meer. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het soms ook niet helemaal duidelijk vind. Maar ja, dat is toch wat meer met liedjes, meer het kleinkunst, meer het misschien wat meer het spel ook wel natuurlijk. Ja. Maar in de praktijk. Ja, kijk, stand-up comedy is echt gewoon, kan het gewoon echt gewoon joke, grap zijn. Weet je? En ja. Ik denk dat je in theater toch meer het verhaal moet opzoeken. Dat denk ik. En heb je dat nu ook voor je gevoel gedaan met de show die je nu gaat doen voor Kamaretten? Ja, dat vond ik ook wel heel prettig om te merken dat ik dus mee ging doen met die wedstrijd
hoe ga ik hier een mooi verhaal van maken van wat ik al heb. En daar ben ik al in geslaagd eigenlijk. Dat vind ik al... Kijk, als je met een wedstrijd mee gaat doen, word je ineens geforceerd om ook... Wat ben ik eigenlijk aan het maken, weet je wel? En hoe ga ik dit in een mooi verhaal van een half uur zetten? Ja. En dat vond ik heel interessant om... Op het moment dat je inschrijft, ga je gelijk aan het werk. En, ben je gelijk, en dat had ik eigenlijk wel echt nodig. Dat vond ik echt wel een soort schop onder je kont. Ja, ja, dat heb ik gewoon nodig. Ik moet gewoon een stok achter de deur hebben of iets. Dus, en is dat de reden dat je meegedaan hebt? Of? Ja. Ja, weet je wel. Ik heb ook nog wat meer tijd. Ik heb op dit moment ook geen banen naast. Dus toen dacht ik, ja, dat is wel het moment om hiermee aan de gang te gaan. En dan heb je ook het workshop weekend inmiddels gehad? Hey, hond. Hond. Workshop weekend, was dat pittig, confronterend? Ja, gezellig. Vond het leuk. Ja, was leuk. Ja, ik heb... Ja, sommige mensen waren heel erg aan het werken. Die zijn 2 dagen lang echt aan het buffelen geweest. En ik heb, ja, voor mijn gevoel wel wat goede tips gekregen. En ben ook wel met de dingen aan de gang gegaan. Maar ik heb het namelijk als heel leuk ervaren eigenlijk. Nou, niet iedereen vond het even leuk hoor. Het workshopweekend kan vrij confronterend zijn voor de halve finalisten van Kameretten. Ervaren regisseurs laten hun licht schijnen op de theaterprogramma's en nemen de cabaretiers kritisch onder de loep. Met uiteraard maar één doel, de kandidaten klaarstomen voor de halve finale. Ja, leuk, interessant. Heel interessant. Sowieso is het wel leuk omdat je altijd natuurlijk een beetje met dezelfde mensen zit als je, wat ik tot nu toe gedaan heb, zit je met bevriende comedians of met andere mensen te praten. En nu heb je iemand die jou nog nooit gezien heeft en dat je daarmee werkt, dat vind ik wel interessant. Ja, want jij zit in die verbazing, begrijp je? Ja. Dat snap ik hoor, dat het raar is, zo te doen. Het is wel een goede oefening om te kijken wat je verhaal eigenlijk is zonder de lach en zonder de zaal, ja. Begrijp je? Mm-hmm. Dus om het echt aan mij te vertellen. Ja. Wat is dat voor vraag? Ja. En dan ook een antwoord waarvan je denkt, komt geloof ik niet helemaal aan bij degene tegenover. Mm-hmm. Ja, dus dat je denkt, het is... Ja, er zit altijd iets raars tussen de wereld en mij. Moet ik dat benoemen? Nee, dat kan je iets meer uitspelen. Nou, we hebben het met het weer natuurlijk niet echt getroffen. Nee. Beetje regen. Dus ik dacht, als we nou even naar het Theater Walhalla wandelen. Dat is hier vlakbij. Dan maken we gelijk een beetje in stijl het gesprek af. Is dat een plan? Dat lijkt me een heel goed plan. En dan kan ik je gelijk nog even vertellen dat we nu op de Hoerenloper lopen. Dit is de Hoerenloper? Dit is de Hoerenloper. En voor mensen die uit andere delen van het land komen, die denken waarschijnlijk, hoe kom je nou op zo'n naam? Ja. Zo heet die brug ook helemaal niet. Oh. Maar Katendrecht was vroeger de plek waar de prostitutie in Rotterdam plaatsvond. Oh. Dus deze brug hebben ze daarna vernoemd. Maar dat is wel in de volksmond. Oké. Okay. Nou, kantine Walhalla. Nou. Daar gaan we. Ik heb hier wel eens gespeeld. Leuk zaaltje dan, hè? Zeker. Maar het was een flinke wandeling. Zeker. We hebben zeker 100 meter gelopen, dus daar gaan we op proosten, denk ik. Cheers. Kantine Walhalla. Een plek waar ook de voorrondes van Kameretten plaatsvinden. Jij hebt hier geloof ik niet gespeeld, hè? Je hebt in een ander theater gestaan. Dat klopt. Welke stond jij? Het Zuidplein. In het Zuidplein Theater. En Hoe is het om mee te doen aan die voorrondes? Want dat lijkt me eigenlijk al spannend. Nou, ja. Dat was het ook wel. Nou, ik vind dit wel degelijk iets spannender, hoor. Richting de halve finale is spannend. Ja. Het begint nu toch wel dat het echt spannend wordt. Maar de voorrondes, ja, het is eigenlijk ook wel spannend. Ja, nee, het is ook wel spannend. Maar het zit wat minder druk op een of andere manier. En ik had het niet helemaal verwacht, hoor. Maar nu als je zo richting de halve finale komt, je zou eigenlijk denken, oké, minder deelnemers. Dan gaan er nog 3 door. Dus de kans wordt groter, maar nee, de druk wordt toch wel een stuk hoger. Ja. Maar sowieso, het lijkt mij doodeng hoor, om op zo'n podium te gaan staan. Want de eerste keer dat jij dat deed als stand-up comedian, moet je toch ook zijn gestorven van de zenuwen? Ja, klopt. Nou ja, ik heb ooit een workshop gedaan in België. En toen had je 3 workshops en dan moest je daarna moest je optreden.
Maar ik had dus materiaal geschreven wat België en Nederland materiaal was. Maar ik woonde natuurlijk in Amsterdam. Dus ik woonde toen nog niet in Amsterdam. Maar toen ging ik dus de open mic doen in het Nederlands. Dan had ik hem op dinsdagavond in het Comedy Café ingepland. En die woensdag erop gelijk in Toemler. En ik had wat nieuw materiaal geschreven. En toen ging ik dinsdag de open mic doen in het Comedy Café. En toen ging ik compleet dood. En toen... Ja, dan weet je dus dat je de dag daarna weer compleet dood gaat. Dat is wel, wel lekker. Nee, dat was verschrikkelijk. Ja, dat was echt heel erg. Maar groei je daar wel overheen? Ja, ik neem aan hoe meer je speelt. Nou ja, je gaat je afvragen waarom doe ik dit. Maar op een gegeven moment komt het natuurlijk wel een moment dat een grap valt. En dat moment is gewoon... Ja, dat is gewoon heel tof. En op een gegeven moment is dat toch verslavend of zo. Ik weet niet wat dat is. En dan merk je dus, je krijgt dan op een gegeven moment... Kom je dus je tips geven. Je wordt wat ietsje... gemakkelijker op het podium, niet veel gemakkelijker, maar ja, als mensen gaan lachen, dan wordt het natuurlijk wel heel leuk. Ja. En daar krijg je wel vertrouwen van. En wat heb jij gedaan voordat je stand-up ging doen? Ik ben heel lang een rapper geweest. Ja, die hoor je ook niet elke dag. Nee, dat hoor ik wel vaker, als ik het zeg. Rapper? Ja, rapper. Ik rapte altijd in het Nederlands. En dat heb ik best vrij lang volgehouden eigenlijk. Ja. En hoe zit dat? Hoe word je rapper? Nou, ten eerste moet je van de straat komen, zoals ik natuurlijk kom. Mm-hmm. Nee, ja, hoe kom je? Ik werd in eerste instantie was ik gewoon fan van hip-hop. En, ja. Ik heb altijd wel iets met muziek. Ik wil altijd wel iets op het podium doen. Dus, en ik had vrienden die gingen. Ik luisterde eerst alleen Amerikaanse rap. En toen had ik vrienden die luisterden naar Osdorp Posse en dat soort dingen. En die maakten dan ook beats en muziek. En toen dacht ik, was ik zelf al een beetje tekst aan het schrijven. En toen dacht ik, en het Nederlands is misschien ook wel leuk. Dus ben ik naar het Nederlands geschreven. En dat vond ik heel leuk om te doen. Ik vind het gewoon leuk om teksten te schrijven. Ik vind de Nederlandse taal interessant. En toen zijn we dat gaan doen. En dat vonden mensen leuk. En toen zijn we gewoon, ja, langzaam ga je optreden. En neem het wel steeds serieuzer. En ja, dat heb ik best wel lang volgehouden eigenlijk. Is de grote stap van rap naar stand-up? Ja, ik bedoel, het is allebei een podium, maar... Ja, sommige mensen zeggen, dat is een kleine stap, maar het is wel degelijk anders om natuurlijk zonder muziek, kaal. Maar het voordeel is natuurlijk dat je op het podium gestaan hebt. En er zit natuurlijk ook wel een bepaald soort ritme in het rappen en het stand-up comedy, dat je natuurlijk met punchlines naar een bepaalde climax toe werkt of zoiets eigenlijk. Ja. Maar het zijn wel twee totaal verschillende disciplines. Ja, een beetje wel. Ja, een beetje wel. Maar ja, het schrijven en het op het podium staan is natuurlijk al een voordeel als je dat al gehad hebt. Ja. Als je nooit op het podium hebt gestaan en je gaat ineens op het podium staan grappen maken, moet je daar denk ik toch wel eerst overheen voordat je... Ja, het is een klein drempeltje. Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk die mensen al gehad, zo zeggen, op het podium tegenover mensen staan. Dus ja, het zal vast geholpen hebben. Ik heb vroeger heel veel gesolliciteerd. Dus op een gegeven moment echt een hobby van me. En dat viel ook precies in de periode dat ik werkloos was. Nou, heb je lekker veel tijd voor je hobby's? Weet je. Dus heel veel gesolliciteerd. En dan kom je net achter wat voor domme vragen er gesteld worden bij sollicitatiegesprekken. Dat is niet normaal. Nee, het laatste gesprek ook. Was ook leuk. Kom binnen. Ik zei, nou, ga zitten. Nou Mark, leuk dat je er bent. Welkom bij de Nuon. Ja, ja. Maar Mark, vertel ons eventjes. Waarom kom je bij ons solliciteren? Ja, dat is een serieuze vraag. Waarom kom je bij ons solliciteren? Ik zeg, nou weet ik wat het is. Solliciteren is heel lang een hobby van me. En ik probeer er nu mijn werk van te maken. Dat is... Inspiratiebronnen. Inspiratiebronnen. Heb je ze? Nee. Nou ja, verbaas ik werkens veel dingen toch wel gewoon aan de dingen die ik gewoon zelf wel meemaak. Ja. In het leven. Ik merk toch wel dat als ik dingen redelijk bij mezelf hou, dat dat toch het beste werkt. Ik vind het leuker om te doen ook. Ik vind het makkelijker om te doen. Nou ja, makkelijker, weet ik. Maar ik merk gewoon dat het beter werkt. Ja. En heb je helden? Mensen waar je vroeger tegenop keek of nog? Ja, comedy technisch neem ik aan, zeker. Dat je bedoelt. Helden. Ja, nou ja, ik was mijn eerste echte ding wat ik van vroeger uit Amerika zag, was Eddie Murphy. En toen was ik eigenlijk zelf helemaal nog niet bezig met comedy. Dus dat vind ik wel grappig. Dat ik later nog. Ja, dat vond ik toen ook al. Helden. Sorry man. Nee, ik wil laatst Theo Maassen gezien. Die vond ik erg goed. Erg goed vond ik dat. En, maar ja, ik vind. Ja, Louis. Ik vind Bill Burr. Bill Burr is dit denk ik op dit moment wel de meest
mijn favoriet op dit moment. Ja. Maar je gaat waarschijnlijk ook heel technisch kijken, omdat je zelf in dit vak zit. Ja, dat is wel. Ja, maar ik probeer altijd te kijken als ik op het moment dat ik dus op de bank zit in te kijken en ik merk dat ik echt aan het genieten ben, denk ik, oké, nu ben ik. Want het is best lastig om nu nog normaal naar een cabine te kijken. Alleen maar aan het kijken hoe die dit. En soms ben je echt aan het genieten en dan gaat het goed. Dan denk ik dat het goed is. Het is dat goed is. Dan, dat vind ik prettig. Dan ik merk, oké, ik kan er dus blijkbaar ook gewoon nog wel als fan naar kijken. Ja, maar je zit dus ook wel te kijken wat kan ik eruit halen voor mezelf, zeg maar. Of wat anders. Wat nou, je ziet natuurlijk ook soms als iets nu heel grappig is, dan zie je ook sneller waarom iets heel. Doet hij het? Oh, is natuurlijk goed dat hij het zo doet. Of, ja. Vroeger was ik daar helemaal niet mee bezig, was iets grappig. Maar bewegingen of natuurlijk. Hè, Timing, dat is iets waar je natuurlijk nu op let. Ja, daarom is het natuurlijk gewoon heel grappig ook. Kijk, het voordeel van manager zijn is, je doet steeds minder werk. Alleen het nadeel is, je hebt alleen nog maar te maken met andere managers. En ik moet managers niet. Nee, er zijn altijd mensen die zichzelf moeten bewijzen, weet je wel. Dat zijn van die mensen die dan op zaterdagavond mailtjes gaan versturen. Vanaf een werkmail, het liefst met 20 mensen in een cc. Zodat al die 20 mensen op maandagochtend denken, zo, Gerard was op zaterdagavond om 23:12 al mailtjes aan het versturen. Terwijl ik met mijn vinger in de pak MDMA stond te roeren. Samen met Annemarie van de boekhouding, was Gerard al mailtjes aan het versturen. Eikel. Als jij nou zo'n show hebt, s'avonds, je moet op, hoe bereid je dan voor? Doe je daar nog gekke dingen in of ben je gewoon relaxed naar zo'n avond toe? Nee, relaxed, dat ligt er wel een beetje aan. Ik ben niet meer heel nerveus. Dat zal met die halve finale wel anders zijn. Maar ik ben nu voor optredens niet meer heel nerveus. Dat vond ik echt verschrikkelijk voorheen. Stond je vroeger op, stond je 's ochtends op en dan was je al nerveus. Weet je? Ja. En dat is nu weg. Ja, weg. Vlak voor dat je op moet, krijg je ineens spanning. Ja. Maar ik denk dat het nog het beste werk toch wel lekker. Ik sta natuurlijk vaak in line-ups met andere comedians. Het is gewoon lekker. Met elkaar ouwe hoeren, een beetje ontspannen houden. Want anders zit je alleen maar op tevreden. En dat schiet niet op. Ik zorg altijd dat ik gewoon, ook gewoon voorbereid aankom. Ik weet wat ik ga doen. Weet je wel. Goedenavond Amsterdam, terwijl je in Dordrecht bent. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Maar ik weet al wel gewoon over het algemeen van welke volgorde ik ga doen. Ik weet hoe lang ik moet spelen, dus dat bedenk ik thuis al. Dat geeft ook wat meer rust voor mezelf. Ja. Het is ook niet dat ik 2,5 uur materiaal heb, waardoor ik de plek eens kan bekijken wat ik ga doen. Dus ik moet. Ja, het is niet dat ik me eerst even ga klemzuipen ofzo, of dat ik op ga. Dat gaan we maar niet doen. Geen bijgeloof of rituelen? Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. En nu kan het zo zijn dat jij deze wedstrijd straks gaat winnen. Ja, dat zou kunnen. En dan? Feesten. Groot feest voor een paar weken. Nou ja, een paar weken. Het zal weken hebben we niet, want voor mij gaat na een week die tour alweer van start. Dus ja, nee, ik zou het heel tof vinden. Kijk, ik wil graag de theaters in. Dus, winnen is één ding. Maar die finale zou eigenlijk voor mij ook wel heel tof zijn. Omdat ik dan die finale toe kan gaan doen. En dan kan het idee na die avond van het programma. Gaat dan lekker voorspoedig. Ja, dat is de volgende wens, zeg maar. Ja, dit zou wel de voorbode moeten zijn op een avond van de show. Ja. En als mensen nou naar jou toe willen, wat kunnen ze dan verwachten? Ja, dat is altijd een beetje een lastige vraag om over jezelf te zeggen misschien. Maar... Dat is een lastige vraag, maar op zich heb ik hem vaak genoeg gehad dat ik hem op zich goed zou kunnen beantwoorden. Dat valt tegen in de praktijk. Probeer het. Wat kunnen ze verwachten? Ja, toch wel veel dingen. Ik ben vrij droog. Ik pak de dingen, ja, het nog. Ja, ik vind het toch lastig. Ik ben vrij droog. Ik ben misschien ook wel een beetje de zagrijnige jij, weet je wel. De zagrijnige deel wat je misschien wel eens, soms dat je denkt of staat. Ik heb zin om die gasten voor zijn bek te rossen. Je doet het niet, maar misschien ben ik wel meer die doet die dat dan wel uitspreekt op het podium. En het is niet dat ik ongelukkig ben, hoor. Maar ik bedoel, sommige mensen denken voor mij, die jongen is niet helemaal gelukkig. Zit niet goed in zijn wel, maar. Nee, ik vind het gewoon leuk om dingen af te zeiken. Ja. Ja, vind ik dat leuk. Is ook leuk. Ja, dat is heel leuk. En dat denk ik vroeger ook altijd. Toen was ik een zeikert en nu ben ik een comedian. Nou, dat is leuk. Ja, tof. Nou, dan weten de mensen in ieder geval een beetje wat ze kunnen verwachten als ze een kaartje voor de voorstelling kopen, zeg maar.
Hey, wij hebben inmiddels alweer zeker 5 minuten gelopen. Ja. Zullen we nog maar een biertje doen? Lijkt me goed, man. Want jij had het over... Ja, maar kijk, dat is dus de oude hoer, hè. Dat is dus dat hele kleine teentje. Dus misschien moeten we daar maar even... Ik zeg, we gaan. We gaan gewoon kijken.